Hallo lieve boogschutter, leuk dat jij weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 35, 26 augustus tot en met 1 september. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. En ja, vorige week is er wat misgegaan met uploaden, maar we zijn er weer. Laten we eens even gaan kijken, lieve boogschutter, naar je hoofdthema voor deze week. Oké. En ik merk dat je dingen van je af mag laten vallen. Dat je soms toch te snel geneigd bent om even te kijken naar de toekomst. Ik merk dat het belangrijk is om tijd te nemen voor jezelf, grenzen aan te geven. Kijken naar wat voor emoties er allemaal in je omgaan, want ik heb het idee dat dat nog wel eens afwisselt. Een soort van stroming. De ene keer ben je blij en hupsakee, we kunnen weer omslaan. Soms is het even zoeken. En ik merk dat het vooral van belang is om het positieve over je heen te laten komen. En soms kan het ook even helpen om te kijken, hey, wat eet ik nu eigenlijk en wat drink ik nu? Want op het moment dat we ons niet goed voelen en we pakken suikers, dan kunnen we even een oppepper hebben. Maar daarna kakt vaak alles weer helemaal in. Dus het is echt van belang om een beetje te kijken naar, hey, mijn voedingspatroon. Hoe zit die er nu eigenlijk bij en is dat goed voor deze week? Laten we eens even gaan kijken wat je verder deze week kan verwachten. Lieve boogschutter, wat kan jij deze week verwachten? En dan zie ik dat er een week is waarin je veel met je intuïtie bezig gaat. Dat je daar echt op mag vertrouwen. Waarin je mensen gaat helpen. Maar ook om hulp mag vragen wanneer dat nodig is. Maar ook om tekens of je het dan wel goed hebt. Dus stel je voor dat er een vriend of vriendin bij je op bezoek komt die het even zwaar heeft. En jij voelt eigenlijk, dit kan misschien helpen. Spreek dat dan ook echt uit. Want je bent aan het veranderen. Je bent een nieuwe jij aan het worden. En dat zorgt ervoor dat je dus ook wat meer op je eigen kunnen mag gaan vertrouwen. Er komen mooie positieve dingen naar je toe. Maar het is nu nog erin geloven. Laten we eens even gaan kijken nog naar een mooie boodschap voor jou, lieve boogschutter. Ja, dus dan zie ik vooral inderdaad, neem ook tijd voor jezelf. En wanneer je tijd neemt voor jezelf, is het van belang om veranderingen te zien in jezelf. Hoe je er nu mee omgaat of hoe je er met dingen omgaat als je gestrest bent. Maar ook praat vanuit je gevoel en niet vanuit een ander. Lieve boogschutter, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.